jou de eer om de bel aan de bel te slingeren. Hoe was dat? Ja, daar begint het mee natuurlijk. Klokslag 10 uur. Dus ja, daar mag je aan die bellen luiden om de markt officieel te openen. Nou, dan krijg je een heel ritueel van het proeven van de kaas. Met de kaasmeesters, het lopen van de kaas. Dus ja, leuk. En je ziet ook dat die jongens daar ook goed in meedoen. Dus dat is voor het hele totale gebeuren is weer een mooie ochtend. Gustil, ik heb een vraag voor je. Guus, ik heb een vraag voor je. Hoe voelt het om hier te staan? Ja, gewoon lekker man, lekker weer. Hou jij van kaas? Een beetje wel. Ja. Welke kaas vooral dan? Zo, geen idee. En als je pasta eet bijvoorbeeld, doe je dan ook veel geras? Ja, ook, dat is lekker ook, hè? Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Bedankt voor je interview. En hoe lang bestaat het al? Weet je dat? Ik heb geen flauw idee, weet jij? Lekker de Alkmaarder ben je. Je woont hier, toch? Ja, maar ik ben niet van Alkmaar. Waar ben je vandaan, hè? Breda. Breda. Sterk verhaal. Hoe was het om met al die kaas hier zo rond over de markt te lopen? Zwaar, zwaar moet ik zeggen. En dan hebben ze het nog gehalveerd. Want de echte mannen die doen normaal gesproken dubbelen. Maar het ritme van lopen is lastig. Ga door, hè? Ja. Spierpijn morgen? Nee, dat niet. Nee, dat valt mee.